We zijn vandaag in Arnhem, waar het boemkoud is. En we zijn op bezoek bij de meneer uit dit filmpje. Nou, ik ben begonnen met mijn eigen partij, omdat ik merkte dat er gewoon... Ja, hoe zeg ik dit kort? Ja, te veel dingen achter elkaar zitten. Ja, uitstekend, dan gaan we naar de VVD. Mevrouw, ik krijg het. Wat ging er verkeerd? Nou ja, iedereen heeft wel eens een keer zo'n enorme baaldag. Die heb je 1 of 2 keer per jaar. En als het meezit, is het dan een lekkere vrije zaterdagochtend, zondagochtend. Ja. Niks aan de hand. En als je pech hebt, staan er 3 camera's op je met een paar 100 man publiek bij je tweede debat ooit. Ja, precies. Ik had pech. Ja, te veel dingen achter elkaar zitten. Vervolgens ging je zeg maar van het spreekgestoelte naar de stoel. En die lag toen in de hoek van de kamer. Goeie actie wel. Die lag in de weg. Hoeveel seconden duurde het na die trap dat je dacht van... misschien was dit niet zo slim. Een kwart. Ja, een kwart seconde. Ja. Een kwart. Ja. Nee, maar het lijkt, als je filmpje kijkt, het lijkt heel hard. Maar je moet wel bedenken, ja. Er staan 3 microfoons ja. Pal naast mij. Eén van die man met een laptop, die merkt het niet eens. Ja. Naast mij mijn eigen microfoon. En ja. Die staat nog heel erg laag. Het lijkt of het heel hard raakt. Maar er viel reuze mee, zo raakt het niet eens. Het was eigenlijk gewoon een heel beschaafd tikkie tegen die stoel. Corrigerende tik. Het was een seniorendebat. Dat was ook een deel van het probleem. Eigenlijk zal de nummer 2 van de lijst een man van 71 debat doen. Ja. Seniorendebat, man van 71, mooie combinatie. En we hadden nog een debat in de ochtend. Dus dan was hij dat debat aan doet, dat senior doe ik de ochtenddebat. Ja. Maar hij had in één keer mantelzorgtaak, hij moest weg. Ja. Dus ik kreeg vlak voor de tijd te horen, Paul, jij moet het doen. Ja, te veel dingen achter elkaar zitten. Je bent van de partij, Kansrijk Winterswijk. Kansrijk Winterswijk, ja. Hoe kansrijk is Winterswijk dan eigenlijk? Nou, we gingen ervan uit dat we wel 1 zetel haalden voor het stoelincident. Ja, nee, maar ik bedoel Winterswijk. Oh, hoe kansrijk Winterswijk als plaats is, ja. Bedoel je? Ja, nou ja, dat valt op zich wel een klein beetje tegen. Laten we dat Kansrijk Winterswijk, moet ik dat dan zien als links of rechts? Hoe moet ik het zien? Nou, het voordeel van een lokale partij is, je kunt van alle kanten het beste wegplukken. En dat doen wij ook. Ja, ja. Dus links en rechts? Links en rechts, ja, juist. Ja. Geert Wilders of Pechtold? Geen van beide. Ja, heel goed. Ja, heel verstandig. Ja, wat onze reaguurders ook nog opviel, was jouw naambordje. Ja, dat klopt. Dat was wat opgeschreven door de organisatie. Wederom, eigenlijk zal de man van 71 dat moeten doen. Op het laatste moment weet ik het. Dus je organisatie dacht, fuck it. Pak de pen uit de zak. Paul Heijink, punt. Tijd voor de super originele Dumpert Web Redemption. Nou, de Kansrijk Winterswijk verstaat is ten eerste uitgaansgelegenheid. Dat hebben we al jaren niet meer. Goede jeugdfeesten willen we hebben. En Back to the 70's AIDS-feest voor volwassenen. Ten tweede willen wij Winterswijk windmolen vrijhouden. Ten derde moet Winterswijk een zelfstandige gemeente zijn. En op het laatst willen we... al die megalomane geldverslindende precieze projecten cancelen en het geld goed uitgeven. Heren van Dumpert, dank u wel. Ja, nee, ja, alsjeblieft. Want ik wil ook geen fucking windmolen als ik op Back to the 70s party sta. Precies.